Probleemloos functionerende wifi met toegang tot internet is onmisbaar op school. Want in de klas wordt steeds meer gebruik gemaakt van tablets en andere apparaten. Je gebruikt digitaal leermateriaal in de les en leerlingen maken digitale oefeningen in bijvoorbeeld WRTS. Deze materialen zijn beschikbaar in de cloud. Draadloze toegang tot internet met toekomstbestendige wifi is daarvoor cruciaal. Toch werkt bij veel scholen wifi niet goed. Wat je van scholen veel hoort over wifi is dat het onbetrouwbaar is. Het werkt niet altijd, het werkt niet overal in school, het kan traag zijn en dat is eigenlijk onacceptabel. We werken steeds vaker met mobiele apparaten die afhankelijk zijn van wifi. Je gebruikt daarop digitaal leermateriaal, misschien maak je een digitale toets of je zoekt informatie op tijdens de les op Wikipedia. En dan moet het gewoon werken, daar moet je vanuit kunnen gaan. Nu is het nog niet zo eenvoudig om dan problemen op te lossen. En daarvoor moet je natuurlijk weten wat er aan de hand is. En dat doe je door je behoeften goed in kaart te brengen. Waar willen we het gebruiken? Met hoeveel apparaten gaan we dat gebruiken? En als je dat helder hebt, dan kun je ook een heel goed gesprek voeren met je leverancier. En kun je je eisen duidelijk op tafel leggen. Meer informatie over wifi en jouw school vind je in clip 2. De wifi-behoeften van je school in kaart brengen. En clip 3. Vragen aan leveranciers over wifi op school.